De nieuwe COVID-19-maatregelen vanaf vandaag tot en met zaterdag 24 juli zijn enigszins gewijzigd door de regering. Gebedshuizen mogen vanaf morgen de deuren openen tot een maximaal van 50 personen. De basisscholen gaan vanaf woensdag 14 juli weer open. Hieromtrent neemt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur contact op met de scholen voor nadere instructies, meldde Communicatiedienst Suriname in een persbericht. De avondklok blijft gehandhaafd van maandag tot en met zondag van 6 uur 's avonds tot 6 uur in de ochtend. Het samenscholingsverbod blijft op 5 personen met uitzondering van de Nationale Assemblée, de regering, de staatsraad en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten. Verder zijn de grenzen in deze periode alleen open voor volledig gevaccineerden. De COVID-19-dashboard liet na bijwerking gisteravond zien dat er 172 nieuwe gevallen zijn bijgekomen. 5 personen zijn overleden, waardoor het totale sterftecijfer sinds de start van de pandemie op 568 staat. Intussen zijn er ruim 200.000 personen gevaccineerd, waarvan meer dan 167.000 een eerste dosis hebben ontvangen. Meer dan 40.000 personen zijn volledig gevaccineerd. Gezien de cijfers vanaf maart 2020 zijn meer dan 23.000 personen positief getest, waarvan ruim 19.000 genezen zijn verklaard.